Hey yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mountain Blade Bannerlord, waar we dus verder gaan met het versterken van onze kingdom. En dat gaat niet makkelijk worden, want waarschijnlijk moeten we dus oorlog met deze beste mensen gaan nemen. En dan zie ik hier de perfecte prey, denk ik. Want 45 troepen, daar kunnen we best wel gewoon gewinnen normaal gesproken, dus dan moeten we dat nu ook gewoon proberen, denk ik. 15 recruits, nou dit is de perfecte. Ik denk dat we dit in ieder geval wel moeten gaan doen. Want de locatie is gewoon perfect, toch? Het is gewoon perfect dat die lui zo mooi naast ons zitten. Of naast ons. Aan de rand van de map zitten. En ze hebben heel veel crossbomen. En die kunnen wij zo op deze manier best wel makkelijk van hun trainen. Archer, move! Nou, dat maakt het leven ook gewoon heel erg makkelijk natuurlijk. Form a shield wall! Ik ben één ding vergeten te doen. En dat is zeggen dat mijn crosswomen archers zijn. Dus dat is best wel irritant, want dat betekent dat ze niet meelopen als ik zeg van loop mee. Arrows! Aan de andere kant, ja, het is even niet anders. We kunnen het nu even toch niet meer terugdraaien. Daar loopt een van hun troepen. Archers! Infantry! Move! Nou, dan doen we het zo. Ja, we hebben nu ook niet echt meer een keuze natuurlijk, dus ja. We zullen het ook wel zo moeten doen. Het voordeel is wel dat ze langs het water moeten lopen. Maar ik kan deze mensen natuurlijk ook gewoon eventjes in een vloer laten staan. Zodat ze wat mee kunnen knallen. En als de vijand dan dichtbij komt, dan zeg ik shield wall. En dan maken ze in één keer een shield wall. Ik denk dat we dat moeten gaan doen, want anders wordt het wel heel moeilijk. Oké, de eerste Flanagan Levy Crosswoman has been killed. En dat is een goede zaak natuurlijk. Het is altijd een goede zaak als je de vijand ziet doodgaan. Ja, dat is natuurlijk super logisch dat dat leuk is. Voor ons, in ieder geval voor hun, is het iets minder leuk. Maar ja, dat hoort er dan ook weer bij. Nog 33. Kijk, het voordeel is nu gewoon echt dat we dit water hebben. Dat maakt het gewoon echt meteen een stuk makkelijker voor ons. Volgens mij zijn die horsemen ook niet zo heel denderig blij met ons. Er is wel iemand van ons gewond geraakt door een vijand van hun. Form a wall! Nu moeten jullie wel een wall vormen. Infantry! Kijk, de meeste van die lui rennen toch al weg. We kunnen nu wel gaan chargen. Jullie mogen ook chargen. En ik wil dat jullie ook in het shield wall gaan staan. Zodat jullie dicht bij elkaar staan. Wat gewoon echt essentieel is. Want als de lui dicht bij elkaar staan. Tenminste, als onze troepen dicht bij elkaar staan. Dan kunnen ze veel makkelijker dekking aan elkaar geven. Nou, en dat zorgt er toch wel voor. Dat we best wel gemakkelijk onze eigen dekking hoog kunnen houden. Nou, ik denk dat dat heel verstandig is in ieder geval. Arrogant, die leeft nog, dus dat is echt totaal niet de bedoeling. Misschien hoort hij wel bij een van die horsemen, I don't know. Oh, nu is hij niet meer aanwezig. Hij doet nu niet meer mee. Enemies are fleeing, you have won the battle. Dat is dan niet anders. Nou, en we krijgen 5 renown, dat is ook best wel nice. We hebben gewoon renown nodig. You fought well, you're free to go. Deze man is niet rijk trouwens. Wij kunnen 34 van deze beste mensen meenemen. Nou, we willen dus sowieso de Hardened Crosswoman meenemen. En die willen we sowieso meenemen. En de rest, ja kijk, sharpshooters, dat klinkt heel leuk, maar die kan je toch niet trainen. En de rest kunnen we allemaal wel gaan verkopen, want dat gaan we toch gewoon nodig hebben in de verkoop. Maar we zullen eerst dan wel onze klant hier omhoog moeten fixen. Nou, ik weet niet of dat nu al aan de orde is dat dat al gebeurt. Ik weet het niet. Maar dan komen we gauw. Ja, we kunnen in ieder geval 82 mensen. Dus dan kan ik ervan uitgaan dat we geupgraded zijn, als het ware. Ja, dan kunnen we daar wel van uitgaan. Elke keer als ik nu een rode naam zie, dan ben ik een beetje bang. Want dan denk ik, oh shit, ze worden aangevallen. Maar het zal af en toe ook wel eens meevallen, toch? Daar zie ik ook iemand die we aan moeten vallen, want dat is van de Brotherhood. Alhoewel, ja, die mensen hebben wel kapot veel boogschutters, hè. En Aldrick zit ook achter mij aan, volgens mij. Voor mij hebben we daar niet een goede indruk op gemaakt op Aldrick, want die zal nu wel denken, wat een klootzak. I will kill him. Oh, I back him and leave you, want ik was alweer wat vergeten. Heel erg belangrijk, maar ik was het alweer vergeten. Dus dan moeten we dat eerst toch wel echt even doen. Dat is dat we jullie weer in de ranged groep zetten, want
Dat is wel veel makkelijker. Die Levy Crossbowmen die mogen we nu dus ook alweer in onze leger doen. Maar die wil ik liever niet. Ik wil liever dat ze beginnen bij Crossbowmen. Omdat die gewoon net even ietsjes beter zijn. Dat heeft mijn... Hoe noem je dat? Ik prefereer dat. Laat ik het daarop houden. I don't care how you fight, bitch. We will fight with you. En we zullen je waarschijnlijk ook gewoon kaart afmaken, omdat je niet zo heel veel voorstelt. Het enige wat voor ons echt een nadeel is, is het feit dat wij onze Archers gewilde forward! Plek nu niet hebben. En dat we nu gewoon iemand achter ons aan hebben lopen die ons keihard wil vermoorden. Is ook niet echt bevorderlijk natuurlijk. Aan de andere kant, het zal allemaal wel wat meevallen. Ik denk wel dat we gewoon nog steeds vrij veel schade aan deze pipo's kunnen doen. Normaal gesproken kan dat ook, dus dan moet dat nu ook lukken. Forward! Move! En dan moet jullie dan hier zo neerzetten. Hoewel, ja, ik weet niet of dit heel veel nut heeft. Maar goed, dat maakt ook niet zo heel denderend veel uit. Als we onze levy troops maar kunnen upgraden, want dat is belangrijk voor nu. Dat we die paar Flandian Levy Crossbowmen kunnen upgraden. En misschien wel een paar van die Strugian Spearmen. Dat zou ook heel erg leuk zijn natuurlijk. Ik bedoel, ja, het is mooi meegenomen als we die kunnen upgraden. Zou ik wel vinden in ieder geval. Het is trouwens, hè, dat schiet me te binnen, best wel vreemd. Dat je als Flandian met een boog begint. Terwijl niemand in dit leger een boog überhaupt heeft. We zijn er wel nog steeds 35, dus dat is best veel nog steeds. En hun beschieten ons echt met pijlen als idioten. Ik denk dat het wijs is om onze infanterie wel in een shield wall naar hun toe te sturen. En dan hebben jullie ook graag charges. Omdat we dat toch gewoon nodig gaan hebben, lijkt me. Kijk, want onze infanterie die zal nu als eerste beginnen te chargen naar hun toe. Maar doordat onze spearmen nu beginnen met steeds dichterbij komen, kunnen we er langzaam maar zeker wel een beetje uitgaan dat hun straks in een close combat gaan. En zodra hun in een close combat gaan, ja, kijk, dan wordt het interessant voor ons. Volgens mij rennen ze nu al weg trouwens. Volgens mij zijn ze allemaal al aan het wegrennen, omdat het gewoon fucking mietjes zijn. Het zijn allemaal gewoon vette mietjes en wij hebben een supersterk wapen, dus we kunnen ze toch niet allemaal killen. Totaal kennen we ze waarschijnlijk helemaal niet zo goed killen. Totaal niet zelfs. Twee mensen verloren, dat is best veel trouwens. En dit zijn waarschijnlijk ook nog gewoon twee spearmen, dus dan ben ik er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Maar onze charm skill is omhoog gegaan, dat is dan wel weer leuk. Nou, laat ik deze 7 gewoon meteen maar up gaan graden, want we gaan ze toch gewoon echt nodig hebben nu. En die spearmen die kan ik nog wel even zo laten, denk ik. Dat denk ik. Weet ik niet 100% zeker, maar dat lijkt me zo. Oh, die Alderik zit nog steeds achter me aan. Dat vind ik niet zo grappig eigenlijk. Help! We worden achterna gezeten door hier een of andere gek hero. Een of andere fucking creep. Ja, ik weet dat we in oorlog zijn met Vlandia. Dat heb ik heel bewust gedaan. Maar nou, zullen we wel even naar de trade screen moeten. Zullen we deze spullen even moeten verkopen. En deze spullen moeten we even verkopen. Nou, dan hebben we tenminste alweer 1600. Gaan we nu hierheen en choose prisoners to be ransomed. Jullie 8 mogen weg, jij mag weg, jij mag weg, jij mag weg. Jullie 4 mogen ook weg, jij mag weg, jij mag weg, jij mag weg, jij mag weg. En jij mag weg. En die wil ik graag houden. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, hè. Als we ooit nog 250 nodig hebben, dan kunnen we die zo verdienen. Maar ik denk niet dat dat echt nodig is. Oh ja, we moeten ook echt horses kopen, want anders dan blijven we zo fucking langzaam lopen. Is niet heel erg handig. Ik vind het niet erg dat we langzaam lopen, maar het is op dit moment totaal niet heel erg handig. Omdat we gewoon het liefst even net iets sneller lopen dan de vijand. Want als we nu worden outrun, zijn we gewoon de lul. Dat klinkt heel simpel, maar het is wel de kern van de waarheid. Dan zijn we gewoon de lul in hoofdletters. Ook nog, hè. Gewoon in hoofdletters. De lul staat er dan. Maar nu hebben we eventjes maar 590. Dus dat betekent wel dat we weer ook even wat moeten gaan doen aan ons geld.
En ik zie dat we de eerste Valenian Crossbowmen in ons leger kunnen recruteren. Daar ben ik dan ook wel weer super blij mee. Want ja, dat zorgt er natuurlijk gewoon weer voor dat we ja, net weer wat langer vol kunnen houden. Hier, hier niks. Hier ook eigenlijk niks, denk ik. Nee, dus dan moeten we hier maar even koekeloeren. Dan verkopen we jou. Totdat we ongeveer iets van 2000 hebben. Dan kunnen we iets van 4 dagen vooruit. En dat is wel weer lang genoeg, want we moeten nog een pocket lopen en we moeten zo gauw mogelijk proberen om slappe Valenian Lords aan te vallen. Maar ja, die sterke, daar kennen we toch niet van winnen, dus dat hoeven we ook niet te proberen. En die slappe, ja, daar kennen we wel van winnen, dus dan moeten we dat ook maar eens even doen. Want anders schiet het niet op. We zullen toch wel wat moeten doen tegen onze nieuwe vrienden, want als wij die 80 troepen niet gaan krijgen, dan schiet het. Dan hebben we gewoon straks een keer een probleem. Then we have a problem. And I don't want a problem. Kijk, dit is ook weer net wat te veel, denk ik. Ik denk dat het net weer wat te veel is. In ieder geval. Alhoewel, kijk, 80, dat is helemaal niet zo heel veel, weet je. Dus eigenlijk zijn we gewoon net wat te snel geweest. I don't know. Ik weet niet of we nou echt te snel geweest zijn. Maar ik weet wel dat deze lord net weer wat te sterk is. Eigenlijk konden we dus gewoon één lord aan en daardoor dacht ik, nou ja, laten we oorlog verklaren met die lager. Ja, slim, inderdaad. Heel slim. Niet dus. Niet heel erg slim, nee. Maar wel leuk, misschien. Hopelijk. Als we dit overleven, dan wordt het leuk. En als we het niet overleven, dan wordt het niet zo heel erg leuk. Kijk, hier wil ik wel tegen vechten, tegen Fartin. I want to fight with you. Als hij nu hulp krijgt, dan zijn we wel de lul. Maar zo te zien krijgt hij geen hulp. I know you. You know we had to surrender or die. I don't care. Yield or fight, bitch. Dacht dat jij wil wel tegen mij vechten, omdat je dat gewoon ziet. Als een leuke uitdaging. Nou, ik zie dit ook als een leuke uitdaging. Want dan kennen we straks misschien wel tegen die 82 man vechten. Want als wij 82 man hebben, dan zijn 82 andere vijanden natuurlijk gewoon easy mode to beat. Het grote voordeel voor ons is dat wij die Strugian Spearmen hebben. Dat is toch wel een redelijke infanterie. Boom! Forward! Stand apart! Infantry! Move! Make a shield wall! Ik denk dat we eerst onze troepen hier even moeten neerzetten. En dan kunnen we dan kijken of we ze hier kwijt willen. Want vanaf hier kunnen we ze volgens mij zien. Archers, move! En voor mij werkt het zo als wij de vijand kunnen zien. Dan kunnen we ook op ze knallen. En als we op ze kunnen knallen, dan kunnen we zorgen dat ze naar ons toe gaan lopen. En als ze naar ons toe gaan lopen, ja, dat is best wel leuk. Want dan jaag je ze als het ware de stuip op het lijf. Wat inhoudt dat we gewoon misschien wel eens van ze kunnen winnen. Zonder te veel casualties te maken. Want van ze winnen is niet heel erg moeilijk. Maar van ze winnen zonder veel casualties is wel moeilijk. Al die lui beginnen nu te knallen als idioten. Alleen. Kijk, nu komen ze dichterbij. Nu wordt het gevaarlijk voor hun. Alhoewel, het kan ook heel gevaarlijk voor ons worden. Want ik weet niet wat voor troepen hun hebben. Hun hebben ook wel redelijke troepen, zie ik. In ieder geval hebben ze wel redelijk wat crossbowmen, dus het is sowieso een moeilijke battle dit. Het grote geluk is dat wij al redelijk wat units van hun gekild hebben. En dat het meteen wel goed begint met heel veel kills maken. Ja, zo te zien wel, hè. Zo te zien gaat het best wel goed. We zijn tenminste wel een beetje aan het killen. Best wel veel aan het killen zelfs. Impact attack! Archer! Former shield will give him hell! Ja, jullie moeten ook gewoon chargen natuurlijk. Alleen op net een andere manier als dat onze andere troepen dat doen. Ja, dat is echt irritant, dat elke keer, als we ook elke keer maar eentje van die lui doodgaat, dan hebben we toch aan het einde van het verhaal wel echt een probleem. En nu gaan we al 3 dood. En dan zal best wel op 2 dood. 2 dood vind ik nog wel. Het zijn er maar 25, hè? Dus op zich heb je dan al best wel veel dooien. Weet je, het klinkt niet veel, maar het is wel veel, want we hebben niet zo heel veel.
En dat bedoel ik, nu gaat er een Levi Crossbow dood. Dat vind ik me wel echt meevallen eigenlijk. Dan wil ik wel graag in elkaar mappen. Een Valenian Sharpshooter. Daar zit ook een Sharpshooter. En die leveren echt heel op. Ja, dan moet ik ze ook kapot slaan natuurlijk. Kapot slaan, we will slay you kapot. Ha, kijk, dat bedoel ik met goede skills. Ik denk trouwens wel dat ik ook gewoon echt al mijn spearman meteen moet gaan upgraden. Anders dan wordt het echt super lastig straks. Die Vanguard is ook kapot, irritante wagen. Wat een irritante combo's. Foodman is dood. Want we hebben al 3 mensen verloren. Dus we hebben nog maar 51 luik. We kunnen wel 8 mensen upgraden trouwens. Dat is dan wel weer super nice. En we hebben 11 renown erbij, dat gaat ook wel redelijk goed. Hè? Dus even na te denken wat we het beste kunnen gaan doen. Nou, we hebben in ieder geval weer wat reputation erbij, dat is ook belangrijk. Kijk, ik zit erover na te denken, als we dit gaan doen. Dan krijgen we in ieder geval 10 mensen die echt supersterk zijn. Hè? Deze die zijn wel, nou ja, die zijn wel, hebben wel redelijk mijn respect. Die twee ook wel. En als we nou eens even gaan kijken, dan kunnen we kijken hoeveel units we er in ieder geval weer bij kunnen krijgen. Die en de Hardened. Hebben ze die niet? Maar hebben ze die niet? Nou, dat is lullig. Oh hier, de Hardened Crossbow. Die hebben ze wel. En die andere 29 kunnen we misschien ook nog wel mee. Nee, dat kunnen we niet allemaal meenemen. Nou, dan moeten we eerst eens even kijken bij de recruits. Nou, 5 recruits. Nou, probleem opgelost. 2000, oké. Dat is dan wel iets, ja, het zou moeten. Die zullen we ook allemaal moeten verkopen natuurlijk, want we hebben daar niet echt heel veel keuze in. En we kunnen ook even naar de character screen kijken, bij de charm. Ik wil de renown van battles, want dat hebben we ook echt nodig nu. Mijn intellect wil ik ook wel wat omhoog hebben inderdaad. En mijn steward skill. Dat lijkt me ook wel redelijk belangrijk. 4.9 en 3.9. Echt lopen wij zoveel langzamer als hem. Hoe kan dat? Ik zou net zeggen, godsamme. 83 lui, nou dit wordt wel weer een hel. Wat goed dit ding. Oh my gosh, this is going to be a big problem. Denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker, want dan hebben we 30 man meer dan ons. Oeps. Oh, en het is echt totaal niet het terrein waar ik graag op wil vechten eigenlijk. Dus dat is dubbel kloten. Nou, dat betekent in ieder geval dat we als een idioot jullie wat naar achter moeten gaan zetten. Want het lijkt me wel verstandig om een beetje... Ik zal even kijken hoe ver we naar achteren kunnen. We kunnen niet heel ver meer naar achteren in ieder geval. Archers, move! Move! Loop! Infantry! Forward! Shields up! Ik denk dat we het in ieder geval zo wat moeten proberen. Dat denk ik. En nu is het gewoon hopen dat het goed komt. Gelukkig zijn hun degene die moeten aanvallen. Dat betekent in ieder geval dat wij hier rustig wat kunnen gaan staan. En doordat we nu in ieder geval die infantry al wat geüpgrade hebben. Kijk, dat is echt een irritant nadeel. Zij beginnen ook al meteen met knallen. Maar in ieder geval, doordat wij die Sojourn Veteran Warriors wat hebben, betekent het in ieder geval dat als wij straks de charge wat gaan uitvoeren, dat we wat javelins naar hun kop toe gooien. Nou, en dat heeft dan toch wel weer redelijk een voordeel, hopelijk. Ik hoop dat dat een voordeel heeft. Dat weten we natuurlijk niet, maar jij hopen mag altijd natuurlijk. Het grote nadeel is gewoon dat ze 30 man meer hebben. 30 man is echt kapot veel. Kijk, als je een groot leger hebt, dan valt er wel wat mee. Ik bedoel, dan is 30 man wel te verwaarlozen. Maar bedoel, als je maar 80 man hebt, dan is 30 man in één keer wel super veel, hoor. Dus jullie moeten veel meer lui killen. Veel meer lui voor mij. Dat zou echt geweldig zijn. En nu gaan we bij hun best wel snel toe bedood gaan. Dus dat is wel echt super mooi nieuws voor ons. Go on, guys. We are... The strongest army of all. Kijk,
Nu hebben we gezien waar ik bang voor was. Maar eigenlijk vind ik het er wel mee van. We rennen vet wel uit van allemaal weg. Maar dat zorgt er wel voor dat we een kans maken. Een hele kleine kans, maar het is een kans. Ja, die met een hele kleine kans, maar helemaal geen kans. Wel mensen, met je bent verlof. Er zijn wel 6 dooien gevallen, hè? Dat is best wel veel. 7 dooien al, oh my gosh, dat is niet goed. Dat is echt niet goed hoor. Leuk. Nou, in ieder geval maken we een kans. Dat is al best wel iets waar ik blij mee ben. En we hebben van 80 lui gewonnen, dus dat is eigenlijk ook best wel een soort van kunst. Best wel knap hoor. Vooral voor iemand als mij vind ik het best wel heel erg knap. En we gaan deze meneer natuurlijk ook gewoon weer lekker vrij laten. Want ja, zoveel hebben we niet aan deze beste meneer. Maar nu zitten we alleen wel een beetje in de problemen. Die moet weg, die moet weg, die moet weg. Kunnen we nog eentje uitkiezen? Nou, dan kiezen we natuurlijk een crossbomber uit. En het liefst hebben we natuurlijk gewoon nog veel meer crossbomben. Dus dan moeten we even kijken wat we weg doen. Die arme trader kan wel weg. 29. Nou, dan kunnen we er nog wel 3 uitkiezen. Maar ik denk dat we 1, 2, 3... Nou, doen we die 3 er ook nog maar mooi bij, want dat zal vast lukken. En al deze spulletjes worden nu ook lekker van mij. Kijk, hier was ik ingetrapt dat we hier langs konden lopen, maar dat kunnen we dus niet. Toen kwam ik erachter, klotezooi, er staat in één keer een super groot leger voor mijn neus. Dat is niet grappig. Ja, nou ja, weet je, het hoort erbij. Zo moeten we dat dan maar wat zien, weet je, het hoort er gewoon keihard bij. En of het nou leuk is of niet, zal nog veel vaker gebeuren. En we zullen nog veel vaker in moeilijke situaties terechtkomen. Alleen nu weten we in ieder geval wat ons leger allemaal wel niet kan. Maar ik ga niet tegen 100 man vechten hoor. Dat vind ik dan wel echt heel veel van het goede. Heel erg veel van te veel van het goede is dat. Ja, jongen, jongen, jongen. Jullie hebben allemaal wel een beetje de pik op mij, denk ik, of niet? Ik denk gewoon dat die kerels en mensen denken van, die vent zullen we te pakken krijgen. We will kill him. Al is het laatste wat ik doe. Zo een beetje. Oh ja, ik wil nog best wel een keer nog een keer tegen jou vechten hoor, Hekkert. Hé, hey, was jij net niet die kerel die zo stoer achter mij aanliep? Loop ik nou zo stoer achter jou aan? Oh, dat is wel vervelend voor jou. En heel erg leuk voor mij. Tuurlijk is dat goed voor mij. 5.5 en 5.5, dus we lopen net zo snel als hem. Dat is niet zo heel erg handig natuurlijk. Aan de andere kant, ja, als we hem straks ingehaald hebben... Wat elk moment moet lukken. Oh, you could not pay for your wages. Dat is wel echt een probleem hoor. Ik vind dat echt irritant worden. Oh my gosh, joh. Haal hem in. Hoezo is dat nou zo moeilijk joh? We lopen al de hele wereld achter hem aan bijna. Hacker, my friend, what are you doing here? I don't care, yield or fight, bitch. I will kill you. Want jij bent irritant naar mij. Super irritant zelfs. Archers! Forward! Loose formation! Nu kunnen we wel makkelijk winnen, denk ik. Ik hoop dat we dit makkelijk kunnen winnen. Move! Infantry! Move! Make a shield wall! Kijk, ons grote voordeel is dus gewoon dat we die veteran warriors hebben. Ik zie dat tenminste wel als echt een groot voordeel. En hoe komen ons chargen? Dat is ook wel een leuk iets. Eigenlijk vind ik dat best wel heel erg schattig. Nou, daar gaan ze. Zie, doei doei mensen! Ik wil jullie ook wel aan de charge ondertussen. Want het zal toch allemaal rotzooi wezen. Deze lui gaan er toch allemaal aan. Ik ken die laatste lui ook nog wel. Form a shield wall! Eraan gaan. Give him hell! En jullie mogen ook wel gaan chargen trouwens. Ik heb ook nog wel een goed idee. Kijk, dat snap ik niet. Dat zo'n schoentje. Gallant. Ik denk dat wij een infantry mix moeten gaan maken, want zo gaan we het niet lang volhouden denk ik, door de hele tijd die Strugians te trainen. Ik denk wel dat we Strugians moeten hebben in ons leger, want ik vind ze wel heel cool en als je iets heel cool vindt, ja, weet je, dan heb je het toch nodig.
gehoord van. En het feit dat ze ook gewoon best wel heel erg sterk zijn. Check die fucking javelins die lui gegooid worden. Is best wel heel erg sterk hoor. Alleen misschien moeten we er wat... misschien moeten we er wat Imperials bij trainen. Wat Imperial Infantrymen. Die zijn namelijk ook wel redelijk sterk. Redelijk sterk, die zijn gewoon best wel heel erg sterk. En ook best wel snel te trainen, omdat ze overal trainbaar zijn. Maakt dat ze ook wel redelijk makkelijk om eraan te komen. En we kunnen nu ook nog wel weer proberen te halen. Misschien wel een dingetje. Zullen we nu deze keer wel eventjes neermappen? Wat trouwens ook nog wel gaat lukken, want ons hele leger loopt achter me aan. Ons hele leger is op jacht naar alleen u, meneer. U bent volgens mij de leider van dit showtje. Nou, u was de leider en daardoor moest u naar dood gaan. En dan kunnen we nog weer 10 luiden bij, maar die kunnen we er niet bij, omdat we daar sowieso geen ruimte voor hebben. We kunnen nog 1 iemand uitkiezen. Nou, dan gaan we voor de sergeant, want die levert het meeste op. Ja, dat heb ik ondertussen door. We hebben de sharpshooters en hebben deze lui en deze. Kijk, hier hebben we nog... Ja, we hebben echt een klein klotenleger eigenlijk, hè. Maar dat komt ook omdat we gewoon niet zo heel veel erbij kunnen. Kijk, zo'n hardened kunnen we er upgraden. Dat is ook wel echt super nice. Dan kunnen we een gallant en een footman meenemen. Verder konden we niks interessants zeggen. Ja, we kunnen wel knights, maar ik heb geen knights nodig. Of tenminste, nu heb ik even geen knights nodig op dit moment. Want ik heb nu op dit moment gewoon echt veel liever. Gaan we ook even naartoe, naar La Geta. Want we hebben nu zeg maar, we zitten nu op de 40 troepen. 20 infantry, dus dat betekent dat we als we nog 20 erbij hebben, hebben we 40 infantry. Nou, laten we dan voor de andere 20 wat Imperials trainen. Plus minus dan, hè, dat zal nooit helemaal correct uitkomen. Maar ik denk dat dat heel erg slim zal zijn. Kijk, we hebben al 4k verdiend. Zijn we nu trouwens onze gebouw kwijt? Zo leek het wel even namelijk. Want ik zie niet dat we daar nog geld mee... Ja, we zijn ons gebouw kwijt. Dat komt waarschijnlijk dus omdat we oorlog met deze faction hebben. En dan zullen ze wel zeggen... Ja, ja, maar weet je wat? Dat gebouw is van hem. Dat willen we niet. Jullie gaan eraan. Verkoop dat ding maar. Heel erg flauw eigenlijk. Eigenlijk is dat niet echt iets waar ik over nagedacht heb. Oh, wacht. Reset. Jij erheen. Jullie. En jullie. Nou, we hebben toch alweer 1400 erbij. En we hebben weer 4 recruits. Want ja, we zullen dat wel met recruits moeten doen. Want anders dan gaat het hem toch niet worden. Recruit 1, 2, 3. Het is even niet anders. En volgens mij zie ik in de party weer... Oh, laat maar. Dat zie ik niet meer. Blijkbaar is dat alweer weg. Jammer hoor. Dat vind ik wel weer heel erg jammer. Sneu ook een beetje. Voor mij is dat heel erg sneu. Voor de rest zal het waarschijnlijk helemaal niet zo veel uitmaken. Maar voor mij is dat heel sneu. Want ik dacht, jee, ik kan weer units erbij. En ik wil zo graag veel units erbij. Ha, ik was net eerder. Bitch. Oh ja, zo. Recruit al. Ja, dat had nu niet zo heel veel zin meer. Als hier maar even heen, kunnen we nog weer 2 erbij. Hoeveel van die recruits hebben we nu al? 12, oké. Okay. From Jojo. Okay, sir. I want to talk to you. Ik ken u niet. Ik weet alleen dat we goed bevriend zijn met elkaar. I don't care, bitch. I will kill you. You should be thrown for the Alliance. Ik weet niet waarom, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik denk dat ik je niet mag. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Waarom mag ik hem niet dan? Archers! Dat is een hele goede vraag. Ik heb niet echt een reden om hem niet te mogen. Het enige wat ik weet is dat ik heel gauw hierheen wil lopen. En jullie ook hierheen wil gaan laten lopen. Bowman! Dan zet ik mijn oppermachtige crossbow hier neer. Lootman, form a shield wall. Jullie laat ik een shield wall maken. En dan zullen mijn crossbowmen jullie helemaal verrot knallen. Hopelijk. Dat hoop ik voor ze, want anders zijn losers. Kijk, dat bedoel ik. Dat is hoe ik het ga doen. Precies zo. Want als je ze zo ziet, dan gaat het hartstikke er goed. Dat betekent dat gewoon dat keihard die duo's aan het killen zijn.
En als we keihard de vijand aan het killen zijn, ja, dat is best wel positief hoor. Nee, ik vind het wel redelijk positief. Nou, hebben we weer gewonnen en we kunnen maar één iemand upgraden. Ja, kijk, het is natuurlijk niet anders. We kunnen niet elke keer die lol hebben, maar op deze manier zorgen we er in ieder geval voor dat we hier weer meer van krijgen. En dat we deze nog kunnen upgraden naar een hardened. Ik bedoel, ja, er is toch weer één hardened erbij. En dat is het hele doel op dit moment, want we moeten gewoon zoveel mogelijk en zoveel mogelijk sterke units fixen. En zo snel mogelijk, want ik bedoel, ja, we gaan ze echt allemaal echt nodig hebben. We are going to need them. Godsamme. Ik kom hier natuurlijk weer precies op het verkeerde moment, of niet? Net als dat ik hier waarschijnlijk op het verkeerde moment hier ben, want daar kan ik mooie horsemen kopen en dan kan het weer niet omdat ze die stad aan het verbranden zijn. Nou, dat is ook weer grappig. Die stad is ook allemaal verbrand. Al die steden worden verbrand door die klootzakken. Wat is dit nou weer voor irritante zaak? Dat is niet de afspraak natuurlijk. Ik moet maar weer even naar Lageta, want ik heb weer veel te veel prisoners. En ik ken ook niet zo heel veel prisoners er meer bij, dus ik denk dat dat wel wijs is. Ik kan in ieder geval weer een Hardened Crosswoman erbij. Nou, die gaan we echt nodig hebben. We gaan echt die Hardened Crosswoman. Wow, we are needing them a lot. 24 archers, oké. Okay. Nou, dat is een klein begin. Het is een klein begin voor ons oppermachtige leger en oppermachtige kingdom. Tavern. Choose prisoners to be ransomed. Jullie mogen weg, jullie mogen weg, jullie mogen weg. Wacht, jullie kan ik in mijn leger doen. Dan doen we dat. En dan mag je nu weg. Jij mag weg. Jij mag weg. Dan heb je 275. Precies wat ik nodig had natuurlijk. Hè. 275, super weinig. Maar dat maakt niet uit. Oh wacht, ik kan hier trouwens ook misschien wel weer wat troepen recruteren. Wat ik ook nodig heb. Ha, wat toevallig. Ik kan hier geen troepen recruteren. Wat klootzakken. Godsamme. Potverdorie. Potverdorie. Wat een vervelende situatie weer. Maar het is even niet anders. Laten we dan nu maar weer een beetje in het Vlandian territorium kruipen. Zodat we kunnen kijken wat we kunnen uitspoken. Ja, we zullen wel weer wat moeten uitspoken, want weet je, we blijven geld nodig hebben. En ik denk dat we op dit moment sowieso best wel snel geld nodig gaan hebben. Omdat we gewoon, nou ja, arme sloebers zijn. We zijn op dit moment wel een beetje arme sloebers, inderdaad. En dus zullen we, oh, dat kasteel kunnen we dan bijna overnemen. Als we willen. Nou, dat gaan we niet doen, omdat dat gewoon puur niet kan. Maar zullen we hier eventjes heen moeten gaan en dan gaan we eventjes deze looters aanvallen. Nou, dat kan heel simpel worden natuurlijk. Dat is gewoon charge en win deze battle. Charge! Ja, yep, dat is gewoon charge en win deze battle. Maar dat doen we meer voor ons Imperial recruits en al die andere pipo's erbij. En misschien wel een paar archers die genoeg XP krijgen hierdoor. Dat zou allemaal heel erg leuk zijn natuurlijk. Maar ja, de vraag is of het daadwerkelijk werkt. Maar we krijgen er in ieder geval weer wat geld voor. Tenminste, daar ga ik dan wat van uit. Daar mag ik niet wel van uitgaan, want dat lijkt me heel raar dat we hier geen cent voor krijgen. Nou, dan gaat eerst een dooi aan onze kant, of tenminste gewonden aan onze kant. En voor de rest gaat er echt werkelijk maar niemand dood. Dat mag echt niet gebeuren. Dat zou ook echt heel sneu vinden als je hier aan dood gaat. Kijk, dat bedoel ik dus. Het is toch gewoon geweldig dat die javelins gehoord worden. Ik vind het echt geniaal. 15 mensen overleven, maar ook niet zo heel veel uit eigenlijk. Dat is ook eigenlijk helemaal niet belangrijk. Wat nu belangrijk is, is dat we hier weer een van kunnen upgraden. Precies wat ik nodig had. Daar hebben we nu 14 van en daar kunnen we er ook eentje van upgraden. Nou, dan hebben we tenminste één Imperial Infantryman. En kijk, dat is dus het leuke aan deze lui. Die krijgen, nou, op zich duurt dat ook best lang, maar die krijgen hier al armor. Echt metalen armor. En dat krijgen mijn Strugians echt niet, want dit is nog steeds wat leer. Wat gewoon echt super onhandig is eigenlijk. Mooi. Moeten we hier maar weer verder gaan zoeken naar de ultieme vijand. Kijk, nu lijkt het net alsof wij ook een groot leger hebben met 60 lui. Alleen 15 recruits is niet zo heel erg goed eigenlijk. Dus ik wil niet tegen die 90 man vechten. En ik wil ook niet tegen die 150 man vechten.
Dan moeten we heel goed nadenken waar we heen lopen. Kijk, tegen die 70 wil ik best wel graag vechten. Maar tegen die twee lui, ik dacht er niet hoor. Heb ik geen zin in, laat ik het daarop houden. Samma zegt, nu worden we hier weer aangevallen. Welke kant moet ik oplopen? Ik kan heel moeilijk hier langskomen, denk ik. Wow, I did it, hopelijk. I think I escaped these guys. Woohoo, we did it. En dan move je deze kamer naar binnen in het land. Wow, daar hadden we echt heel veel geluk. Want ik heb eigenlijk niet zoveel zin om met mijn totale hele leger dood te gaan. Omdat dat gewoon niet een hele leuke ervaring is. Nee, dat is niet een hele leuke ervaring. 61 man, 25 archers, oké. Lopen ze hier alweer, zeg. Jongen, hoe is het mogelijk, hè? Dat ze precies op de juiste momenten staan op de plekken waar ik ze niet graag wil hebben. En dat vind ik dan best wel flauw. Weer 100 man. Weet je, ik kan winnen van 80 of zo. Dat vind ik nog wel leuk om tegen te vechten. Maar tegen 100, dat is te veel. Kijk, Fortin, perfect. Perfect voor mij in ieder geval. Daar kan ik wel van winnen. Ondertussen. Hey maat, hoe is het met u? Ja, zo, we fighten. Ja, dan gaan we met jou vechten. Tuurlijk, dat vind ik nog wel leuk ook. Gezellig. Hij heeft ook nog maar gewoon 3 mensen minder als mij. Dat is ook nog best wel raar eigenlijk. Want hij had de hele tijd meer mensen als mij. Boomer! Omdat hij gewoon een grote leger had. En nu heeft hij niet meer een grote leger als mij. Dus het is gewoon een fucking Form a wall! En form a wall, inderdaad. We moeten goed in de gaten houden wat we nu willen gaan doen. Kennen ze vanaf daar al raken? Dat is wel heel ziek hoor. Infantry forward! Dat is echt heel ziek als ze vanaf daar kunnen raken. En eigenlijk denk ik niet dat het kan. Dat is gewoon een heel gek voorgevoel. Maar ja, het zou kunnen dat ze vanaf daar ook kunnen raken. Van 200 meter, dat is ver hoor. Dat is best wel heel erg ver inderdaad. Nou, dus even afwachten, kijken wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat zij nu nog wat kills krijgen. Aan de andere kant, we krijgen ook gewoon pijlen terug en die landen eigenlijk ook best wel heel erg dichtbij. Dus ik verwacht dan dat wij ook gewoon hun kunnen raken. Dat lijkt me heel raar als wij hun kunnen wij hun niet kunnen raken. Als wij hun niet kunnen raken en hun ons wel, kan niet. Maar we hebben de eerste kill gemaakt dus, en ze lopen al richting ons. Dus dat is al best wel heel erg nice. Dat betekent dat ze eraan gaan. Dat betekent echt dat ze eraan gaan, want nu maken ze de essentiële fout dat hun gehele leger uitgemoord wordt. Want als je aan het lopen bent en aan het schieten bent, dat wil niet zo goed. Dat wil echt heel erg slecht zelfs. Door jullie iets dichterbij hebben zelfs. En dan hebben jullie nu charger. Jullie wil ik nu in de shield hebben en ook naar de charger. Zodat ze goed dicht bij elkaar staan. Wat heel erg flauw klinkt, maar dat is wel heel erg belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, ja, het is gewoon super belangrijk dat je moet er goed dicht bij elkaar staan, want dan krijgt ze combat experience van en een broederschap. Wat ook gewoon heel erg belangrijk is natuurlijk. Okay, dit gaat wel redelijk goed. We hebben al gewonnen van de meeste enemies in ieder geval. En tot nu toe is er ook nog niemand dood gegaan. Nou, dat vind ik ook goed nieuws hoor, dat er nog niemand van ons dood is gegaan. En wat gaat er gebeuren? Voor mij is die Fortin nog niet neer. Dat betekent dat we hem als eerste zo snel mogelijk neer moeten krijgen. Everyone and charge, because that is very important for us. Voor mij is dat die kegel die we nog neer moeten krijgen. Maar ik ben benieuwd of ons dat lukt. Ik denk het eigenlijk niet. Ik ben bang van niet in ieder geval. Voor mij gaat die kegel gewoon kaart wegrennen als een motherfucking bitch. Maar als hij een motherfucking bitch wegrennen, ja, dan heb ik een probleem. Daar kan ik niet nog inhalen, denk ik. Ik weet niet hoe dat werkt trouwens. Kijk, hij heeft een coole wapen op mij. Dat is
zijn dat zeker is. Maar dat is ook niet zo heel moeilijk, want ik heb nog steeds mijn beginnerskeer, omdat ik elke keer no money heb. Ik heb gewoon nooit geld om iets te kopen. Eigenlijk ben ik gewoon super zielig. Archers! Fire at will, ja, oké, okay. Nou, zijn ze dat dus in ieder geval nog wel aan het doen. Ik dacht even dat ze dat niet meer aan het doen waren ofzo. Haha, goed zo. Sturgeon, Veteran, Warrior. En daarom zijn die dus zo handig. Omdat die lui gewoon best wel heel erg redelijk sterk zijn. You are free to go. Ja jongen, jij bent vrij om te gaan waar u heen wilt. Maar ik wil wel u. En die wil ik van u hebben. Oh nee, niet de levy trouwens. Die vind ik helemaal niet zo interessant. Ik heb liever gewoon de crossbowman. En als ik dan zo vrij mag zijn, die twee mogen we dus upgraden, dus dat doen we dat ook mooi. Dan wil ik eigenlijk, nou laten we die levy ook maar doen, want dan kunnen we misschien net even iets sneller een grotere groep crossbowmen fixen. Because I think that we need a lot of crossbowmen straks. Die wil ik ook wel hebben. En die wil ik eventueel wel hebben. Nou, die sharpshooter trouwens ook, want die kunnen we ook verkopen voor geld. Voedmer mag dan wel weg. Yes. En al uw spelletjes zijn nu van mij. Dat u dat maar even weet. Kijk, dat is ook wel mooi. Dat we via deze kant ook weer weg kunnen lopen. Want anders dan hadden we misschien daar wel weer die pipo's van 100 en 150 troepen tegengekomen. Vind ik niet zo'n heel erg wijs idee om daar langs te gaan lopen. Dan loop ik liever via dit paadje. Ik weet niet of dit een rustig paadje is trouwens. Ik heb een beetje het gevoel van niet. Crossbowmen, ja. Imperial recruits, die zijn nu even het minst belangrijke. Op dit moment zijn onze crossbowmen echt onze kracht. Dus die wil ik ook zo graag en zoveel mogelijk trainen. En gebruiken. In onze strijd. Kijk, dat bedoel ik dus. Die 100 man wegwezen. Weet je, daar kennen we nu op dit moment gewoon net nog niet van winnen. Dan hebben we, dan hebben we 80 man nodig. Of tenminste, ja, in ieder geval 70 en een gedeelte daarvan gewoon ook wel redelijk sterk. Deze units, het is allemaal net niet. Laat ik het daarom houden. Het is wel wat, maar het is niet dat je zegt, oh ja, weet je, ik ben echt blij met mijn units. Ik ben alleen blij met mijn sharpshooters eigenlijk op dit moment, want die zijn wel echt super sterk natuurlijk. Maar dat weten jullie dat die super sterk zijn, want dat is gewoon echt zo'n obvious iets. En verder, ja, ik weet niet hoor, waar ik verder echt super blij mee zou moeten zijn, qua troepen. Ja, de rest van de crossbowmen, die hardened, die zijn ook nog wel redelijk sterk. Weet je, die zijn wel gewoon stabiel. Maar dat komt ook omdat die gewoon al best wel goede gear en zo hebben. Kijk, nu kunnen we weer mensen. Twee crossbowmen erbij. Nou, kijk, dat is leuk nieuws. Weet je, dat betekent dat we echt aan het groeien zijn. En dat betekent ook dat we langzaam maar zeker meer crossbowmen weten te fixen. En ik wil graag meer crossbowmen, want als ik... Daar zag ik wat, of niet? Haggard wordt his 70 people. Als je tegen mij wil vechten, dan moet je dat doen natuurlijk. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik wil wel graag tegen 70 man vechten. Dat is de perfecte uitdaging voor ons. Voor ons is dat de perfecte uitdaging. En I know your tricks. And it does not make any sense to fight with me. Nee, maar ja, ik ken ondertussen jouw trucjes ook wel. En ze zijn super goedkoop. Veel goedkoper dan mijn trucjes. Dat je dat maar even weet. Want mijn trucjes zijn gewoon heel simpel. Mijn trucjes zijn nog simpeler dan die van jou. Want die van mij zijn gewoon... Mensen, we moeten onze bogen pakken. Of onze crossbogen pakken. En we moeten de vijand kapot knallen. En meer hoeven jullie niet te doen. In principe. Voor mij komen ze meteen al naar ons toe. Bowman. Jongens, jullie zijn geweldig. Jullie moeten wel een shield wall vormen hoor. Dat vind ik heel belangrijk. Footman, move forward. Nou mensen, knal ze maar verrot. Ik vind dat een goed idee. Dat hun ons komen aanvallen. Want dat betekent gewoon dat we ze heel makkelijk kunnen verslaan. Nou. Laat die killstreak maar komen. Ik denk wel dat die komt, want nu zijn ze nog wel op een afstandje en dan worden ze al verrot geknald. Moet je nagaan als ze straks allemaal naast ons staan. Gaan ze er allemaal echt aan. Dat bedoel ik dus al. Daar gaan er al weer een hele hoop.
En ze lopen terug naar achteren toe, omdat ze dekking willen van hun infanterie. Maar hun infanterie die zal ook niet zo heel veel kunnen doen tegen onze oppermachtige leger. Nu komen ze wel redelijk dichtbij. Dus Shield Wall Archers en Charge natuurlijk ook gewoon, dat mag. Jullie willen ook gewoon charge op die boos. Ik weet niet wat jullie allemaal van zijn, maar dat is niet de bedoeling dat jullie hier een beetje aan chillen ofzo. Dit is gewoon echt een massacre. Dit is echt gewoon een massacre hoor. En ook nog wel heel erg positief voor ons, want we hebben tot nu toe helemaal niemand verloren. En we kunnen 7 mensen upgraden. Ik denk dat we wel 7 recruits kunnen upgraden. Oh, nu verliezen we net 1 iemand, of tenminste verliezen. We kunnen weer iemand... Of tenminste, hij ging gewond geraakt worden, maar dat is niet echt verliezen. En anders, zo nu dit. Want we hebben ook best wel heel veel mensen weer gewonnen. You fought where you're free to go. Ja, je mag voor mij wel weer gaan hoor. Ik heb niet zoveel met je en ook niet zoveel tegen je eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Die Hardened Cruffle. Kunnen we weer sharpshooters van maken? Nou, dan hebben we al 21 sharpshooters. Ik denk dat dat al best wel een prestatie is. En ik weet niet of dat nou ook echt daadwerkelijk een prestatie hoort te zijn of zo, maar ik vind het wel leuk. Die 4 wil ik sowieso. En de Hardened wil ik eigenlijk ook wel graag hebben. Dan gaan we kijken naar wat het meeste geld oplevert als we het gaan verkopen. Dat zijn die en die. En dan drukken we op done, because we are done. En dan druk ik op take all, want het is ook wel heel erg makkelijk om te doen. En dan gaan we weg hier. Ja, yep, dan gaan we nu weg hier weer, omdat dat best wel de logischste route is. We kunnen ook eventjes naar de character screen kijken blijkbaar, want we kunnen weer wat upgraden. Ja, want onze charm skill is weer wat omhoog. Dat is ook wel een hele goede skill, die wil ik wel graag beoefenen. Bemachtigen eigenlijk is het juiste woord. Kijk, en nu lopen we de hele tijd nog maar rond met een leger, weet je, 65 man. Dan denk je van, wat een kut leger. Dat is ook gewoon echt een kut leger, ik snap het. Maar ik moet echt heel gauw weer even 500 of 600 zelfs ondertussen al. Jezus, wat een geld. Ik vind echt asociaal hoe snel wij veel geld moeten fixen. En die erbij. En dan hebben we weer genoeg om deze turn te betalen. Yay. En als we nu als een idioot naar La Gaeta toe reizen, dan kunnen we misschien straks nog wel weer eventjes wat langer overleven. Ik hoop het maar. Nou, ik denk dat we er nog wel weer wat langer kunnen overleven. En doordat we nu met Lords vechten trouwens, dat is wel echt een super groot voordeel. Dat is, dan kunnen we veel makkelijker onze clantje upgraden. Het is echt werkelijk waar veel makkelijker nu. Want nu krijgen we bijvoorbeeld, nou laten we zeggen, 10 influence per keer. En dat is veel meer dan wat we normaal gesproken zouden krijgen. Die wil ik weg, die wil ik weg. Die mag ook wel weg, die 10 mogen weg, die mag weg. Die wil ik eigenlijk wel graag in mijn leger hebben. En ik denk dat ik die levy toch maar weg doe, want dat schiet toch niet echt op. Dan gaan we hier weer naartoe en dan gaan we even naar de trade screen. Natuurlijk gaan we nu even naar de trade screen. Hier had ik bijna alles al van verkocht, maar 500 is meer dan genoeg. Die verkopen we ook. Dan moet ik even op een ton, want dat is wel een goed idee. En dan gaan we even weer terug naar de trade screen. En dan gaan we weer even naar de armor. En als we dat nou allemaal verkopen, dan krijgen we 28k. Dat is best veel. Maar dat gaan we niet doen, want dat is te veel. Even niet nodig eigenlijk. 1, 2, 3. 5k is denk ik eerst wel weer even genoeg. Dan hebben we tenminste weer even een soort van tijdje geen geld probleempjes. Dat is ook wel leuk trouwens. Nou, in principe heb ik daar niet zo heel veel mee, want ik gebruik toch nooit echt raids. Of tenminste, nee, ik heb nog nooit een village geraid, maar dat komt ook gewoon puur om het feit dat dat helemaal niet handig is, want ik ben juist iemand die graag influence met mensen wil hebben en goede relaties. En als iedereen je haat, ja, dan heeft het heel weinig zin om een eigen kingdom te starten, want niemand gaat jou willen supporten. Tenminste, ik zou niet snel iemand supporten die een fucking klootzak is. En je moet altijd van jezelf uitgaan. Dus als jij dat niet doet, dan zal iemand anders dat ook niet snel doen. Dus ja, dan ga je nooit een groot, sterk rijk krijgen. Kijk, daar is Hackard weer. Hackard, hey sir, how are you doing? You are my great friend. En als je nou ook nog eens even wegloopt hier al.
Running from Jojo. Ik snap niet waarom jij nou weer voor mij wegrent, hoor. Ben ik nou zo eng dan? Hé, hey, ik kan weer een Flandian Crossbowman erbij. Nou, dat is een goede zaak, want dan kunnen we weer met Hackard vechten. We gaan nog een keer met Hackard vechten, want het is eigenlijk gewoon een beetje vragen naar de bekende weg. Deze beste meneer, die kennen we al wel redelijk goed. We hebben ook al best wel een relatie met hem. Al wel plus 15, nou dat vind ik ook best wel netjes. Hij bespant trouwens wel met rete veel troepen, hoor. Dat is best wel oneerlijk. Gewoon echt vet veel. 70 heeft hij nu al. Maar komt hij nog een keer naar ons toe? Dan heeft hij het nog niet geleerd, in ieder geval. Zo te zien. Bowman, move! Dan wil ik mijn bomen forward! Loop impact forward! Form a shield wall! En dan doen we dat mooi zo. En dan kunnen mijn sharpshooters weer rustig hun werk doen. Of tenminste rustig. Ze moeten natuurlijk keihard werken voor wat we moeten bereiken. Ja, tuurlijk. Eigenlijk is dat wel vrij logisch. En zo te zien worden de eerste pipo's alweer keihard neergeschoten. Wat ik eigenlijk zo wel aan het verwachten was. Want dat zou heel erg logisch zijn. Go on, sharpshooters, kill them all. We need to show them how fucking weak they are. Eigenlijk is dit wel echt een epische strijd. Dit is gewoon sneu. Dit is gewoon bijna een verkrachting dit, zeg. Jongen. Dit is eigenlijk gewoon sneu. Dit is nog heel erg sneu. Ik vind dat het tijd wordt om voor ons een beter wapen te kopen, maar weet je, komt straks wel. Ik heb eigenlijk zoiets van, aan de ene kant denk ik, echt een beter wapen fixen voor mezelf. Want dan had ik deze best niet kunnen redden waarschijnlijk. Aan de andere kant heb ik zoiets van, komt allemaal toch wel. We komen er wel. We komen er straks langzaam maar zeker toch wel. En we hebben weer wat relatie met deze beste meneer erbij. Nou, dat is ook wel weer mooi. Hier weer vierde van mij. Deze Harden Crossbowman maar weer mooi upgraden. Deze twee kunnen we ook weer mooi upgraden. Gaan we weer even kijken naar de Flandian Crossbowman die ik eigenlijk graag wil hebben. En we willen sowieso, oh, die hebben we nu deze keer niet. Nou, dan wil ik de Sharpshooter sowieso hebben. De Infantry wil ik graag hebben. De Champion, de Fuglier, de Billman. En dat was het eigenlijk wel, denk ik. Ik denk dat dat het ondertussen wel was, ja. Want we kunnen, weet je, als we de hele tijd gewoon een maximaal leger gaan laten komen. Wat een werk, weet je. Dan hebben we straks gewoon kapot veel werk ervan. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Want dat betekent ook dat we kapot veel energie erin moeten steken. Want dan moeten we elke keer weer heen en weer lopen. En hoe vaker ik heen en weer moet lopen, hoe minder vaak ik aan het vechten ben. Hoe minder vaak ik aan het vechten ben, hoe minder snel ik supersterk word. Nou, daar heb ik ook aan nagedacht, hè. Dat dacht ik al. En we hebben nu 34... Crossbow, dat is best wel weinig eigenlijk. Aan de ene kant super veel en aan de andere kant heb ik echt zoiets van, we moeten echt nog veel meer. Ik zit een beetje te twijfelen of ik tegen haar kan vechten. Ik denk het echt nog even niet. Nou, ik vind het niet een goed idee. Ik denk niet dat dat een heel wijs idee is, laat ik het daarop houden. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het niet een wijs idee is. Als je dat zeker weet, dan moet je het ook gewoon lekker niet doen. Nee, ik denk echt dat het heel dom is als we tegen hem gaan vechten. Of haar. Het is een haar trouwens. Maakt ook niet zo heel veel uit wat het is. Het is een mormel. Dat is het enige wat zeker is, want het loopt al de hele dag om aan. Maybe she likes us. I think she likes us. Misschien is dat het wel inderdaad. Hey, ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Ik weet alleen dat ze best wel snel loopt. En dat ze best wel irritant is. Want als ze de hele dag om aan blijft lopen, dan vind ik haar heel gauw irritant. Yep, dat vind ik hem best wel heel gauw irritant inderdaad. Maar wij zullen hier nog wel even door moeten lopen, want we moeten er nog steeds van haar afkomen. Of we zijn, nee, we zijn er nog steeds niet kwijt. En ze volgt ons ook nog steeds. Oh, dan moeten we niet stil gaan staan, want dan gaat ze ons weer vinden natuurlijk. Dat snap ik. Zelf ook nog wel, klootzak. Oh, en we kunnen weer mensen recruteren volgens het spel. Een crossbowman erbij. Nou, dat is wel goed, nieuws. Tomat. Oké, Tomat. Wil hij ook met ons vechten of niet? Ik weet niet, kunnen we hier wel van winnen? Deze man heeft 60 infantry. Maar daarvan zijn 12 footmen en infantrymen en recruits. Ik weet niet, kijk, als het terrein juist is, dan kunnen we wel van hem winnen. En als het terrein niet juist is, dan worden we keihard afgeslacht. Dus dat is echt de gok die we dan gaan nemen.
Dan wil ik eigenlijk zelf heel graag even uit de bossen lopen, want ik denk dat we dan minder kans hebben om op een bosgevecht te komen. Haha, nou dit moeten we winnen. Ik denk wel dat het mogelijk is trouwens hoor. En dit wordt dan ook meteen het laatste gevecht voor deze aflevering. Actually, I think you are the one to surrender, because we are way better than you, bitch. 70 tegen 100. Dus ze hebben 30 man meer als ons, ongeveer. Dat is best veel trouwens, maar aan de andere kant... En, oh, we hebben een perfecte... Infantry! Forward! Boomer! Forward! Look! Infantry! Raise your... Everyone! Infantry! Move! Ik denk dat we in ieder geval een perfect terrein hebben gekregen. En daar moeten we natuurlijk ook gebruik van maken door onze troepen inderdaad gewoon wat zo neer te zetten. Alleen ik moet ze Archer, iets meer move! Deze kant op zetten. Soldier, move! Dan wil ik jullie iets meer die kant op hebben staan. Nou gaat het wel beginnen hoor, want dit is niet een makkelijke strijd. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar iedereen moet ze kunnen zien en iedereen moet ze ook kunnen raken. En vanaf hier kan je ze raken. Of tenminste, je kan ze zien. En als je ze kan zien, dan kan je ze in principe ook raken inderdaad. En hopelijk kan het ook vanaf deze kant. Dat is echt super belangrijk. En voor de rest maakt het eigenlijk niet heel veel uit wie ze knallen. Ja, het liefst gewoon nu eerst op de infantrymen. Infantry! Van hun. En de archers. Ja, vooral op de archers. Dat zou ik wel heel erg waarderen. Hun crossbowmen en de rest van hun pipo's. Maar, zo te zien gaan ze nog best wel snel dood, de vijand. Aan de andere kant niet snel genoeg. Nee, ze gaan niet snel genoeg dood. Nee, maar dat krijg je ook sowieso wel. Aan de andere kant, weet je, we hebben er al best wel heel wat gekild hoor. Als je hierna gaat kijken naar hoe snel die lui van hun dood gaan. Oeh! Infantry! Go! Archer! Wall of Shield! En nu een shield over. Ik moet even naar achteren lopen. Ik hoop niet dat ik een charge heb. Oh, we moeten eigenlijk wel gechargen, want anders dan gaan we het niet houden. Het is eigenlijk best wel een lastige keuze. Of je gaat chargen en we houden het, of we houden het net niet. Dat is echt wel heel erg moeilijk om dat in te schatten, want we hebben nog niet echt heel veel infantry guys. En dat maakt het ook best wel moeilijk om dat dan in te schatten. Ja, eigenlijk vind ik dat best lastig inschatten. Maar we hebben een kaart van ze gewonnen, dat is echt een feit. We hebben 5 mensen verloren, waaronder 3 recruits, 1 spearman en 1 infantryman. Nou, dat vind ik nog wel meevallen. Ja, die spearman is wel trouwens echt heel zonde. Maar we hebben gewonnen van een leger van 90 man. Van 100 man zelfs eigenlijk. Met zelf maar 70 man. Dus dat betekent dat onze sharpshooters wel redelijk hun werk doen. En wij kunnen 13 mensen upgraden, dus dat maakt het ook wel een soort van worth it. En als we straks gewoon een net even ietsjes meer hebben, weet je. Kijk, nu hebben we in ieder geval al 14 hiervan. Nou, dat is al best wel heel erg belangrijk. Daar wil ik er 3 van upgraden. Die 3 wil ik eigenlijk ook allemaal meteen upgraden. Deze 2 kunnen we ook upgraden meteen doen. Deze ook maar meteen gaan doen. Want weet je, dat soort dingen. Nu kan het. En dan moet je het eigenlijk ook gewoon gaan doen. Hier hebben we er ook 6 van. Nou, die wil ik ook graag meteen gevangen nemen. Want dat kan. Dan wil ik de Knight. De Vanguard. De Sergeant. De Sharpshooters. De Knight. De Fouclier wil ik. Oh wacht, we zitten alweer op veel te veel. Veel te enthousiast. Die kan wel weg. De infantryman kan wel weg. Dan kennen we er nog 3. 3 moeten er weg. Nou, dan doen we hier 3 van weg. Dat zou wel moeten, hè. We zullen ze toch wel weer voetje moeten gooien. Zonde. Inderdaad, best zonde. Nou, die 109, daar wil ik eigenlijk liever nog niet proberen. Daar kan ik nog steeds wel makkelijk van winnen. Lijkt me. Wil je dat nu echt proberen? Ja, ik vind het prima, hoor, maar... Oh, laat maar, Silwind komt achter hem aan, denk ik. Nou, ik weet niet wat hij wil, hoor. Maar als hij dit echt daadwerkelijk wil proberen... Be my guest. Oh, nou wil hij het niet meer proberen. Nou, dan weet hij ook niet wat hij wil, dus.
Maar eigenlijk zou ik de aflevering afsluiten. Maar ja, deze kerel wil graag met ons vechten. Dus dan moeten we dat eigenlijk nog wel even aan hem gunnen. Maar ja, hij denkt natuurlijk, ik heb 5 mensen meer. Dus ik kan wel van hem winnen. Het is best wel riskant eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Nou, dan moeten we deze battle nog wel eventjes doen. En dan gaan we wel echt daadwerkelijk gewoon de aflevering afsluiten. Ja, dan gaan we wel echt daadwerkelijk de aflevering afsluiten. Want anders dan gaat het weer veel te lang duren. Perfect! Dit is echt gewoon mijn favoriete battlefield. Zoiets, weet je. Zo'n mooi open gebied. Dan denk ik al meteen weer, yay, I'm so happy. Ja, dat maakt gewoon het leven heel makkelijk voor al mijn sharpshooters. Infantry, move! Die is ook allemaal weer mooi bij. 35 hebben we er al. Oké, dat is best wel een stabiel iets. Hoeveel sharpshooters hebben we dan? We hebben al wel 25 sharpshooters. Nou, dat vind ik wel een redelijk aantal eigenlijk hoor. Dat is ook best wel al een redelijk aantal. Vooral als je gaat tellen, 25 is al best netjes voor iemand die aan het vechten is tegen Vlandia. En daar gaan de vijanden van ons allemaal weer keihard de pijp uit. En eigenlijk is dit best wel een cheap ass manier om reputatie met een land op te bouwen. Want ik bedoel, we krijgen gewoon reputatie met deze lui. En dat zorgt er ook gewoon weer voor dat we straks super makkelijk van hun kunnen winnen. Door te zeggen, hello guys, here we are. We want some sizzle from you, bitch. Ja, zo gaan we dat gewoon doen, denk ik. 30, nog maar 30 lang. We zijn er nu, nog maar 27. Wij hebben ook 27. 16, dan kunnen we wel chargen. Bij elkaar gestaan. Zo ik ben echt beter met jullie vissen. Ik kan echt niet zo blijven rondlopen. Is dat toch wel echt iets wat de volgende aflevering gedaan moet worden? Dus dan gaan we toch wel even ons geld opmaken. Want we moeten echt wel beter. Het kan ook gewoon echt niet meer. Want het is gewoon waardeloos aan het worden op dit moment. Dus dan moet je eigenlijk wel. Een soort van. Het schild dat bijna uit elkaar valt, ons paard is oud en versleten. Het werkt allemaal echt totaal niet meer. Of tenminste, ja, we winnen wel, maar het is niet echt meer ideaal. Dus laat ik het zo stellen. Want weet je, we kunnen ook nog meedoen, omdat we elke keer zeker weten dat we kaart gaan verliezen als we in combat komen. En als we iemand mappen, dan doen we helemaal geen damage op diegene. Of tenminste, dan moeten we 10 keer mappen. Nou, dat is ook niet zo heel belangrijk. Dus we moeten gewoon echt eventjes onszelf upgraden en ik vind ook dat we dat verdienen. Na al dat harde werken wat we aan het doen zijn. Hebben we echt één iemand verloren? Ik weet niet eens wie dan. Wie hebben wij verloren? Hoe kan het zo zijn dat wij één iemand van ons leger verloren hebben? Want dat vind ik niet cool. Dat vind ik echt heel erg oncool. Maar we kunnen in ieder geval ook weer een paar upgraden. Dus dat betekent dat we nu nog steeds 25. Dus dan is er waarschijnlijk ook gewoon echt daadwerkelijk een sharpshooter dood gegaan. Dat is echt heel erg oncool. Maar ja, dat hoort bij het risico van het vak. Voor nu dus, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik vind dat we al wel een redelijk iets aan het opzetten zijn. Ik wil eigenlijk zo nog wel eventjes graag naar de map kijken. Want zo te zien is de map ook nog wel redelijk hetzelfde. Dus dat betekent dat we nog niet echt te laat zijn. Ik denk namelijk dat als we... weet je, als het zover is dat iemand gewoon 2 kingdoms overgenomen heeft... Dan wordt het heel moeilijk om nog te overleven op deze mooie wereld. Of tenminste, overleven lukt dan misschien nog net wel. Maar het is dan niet meer zo heel erg ideaal. Want probeer dat dan nog allemaal maar weer eens vol te houden. Freeze movement speed is trouwens wel heel erg leuk. Dit moet ik nog even upgraden. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Volgende aflevering is het doel natuurlijk Clan Tier 3 worden. Wat denk ik wel kan lukken. Meestal wel. Het lijkt me in ieder geval wel logisch als dat lukt. Voor nu dus, bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En ik zeg, laters!